aanvallende man. En ik vind mezelf geschikt om een deel uit te maken van het team van assistent-docenten voor examentrainingen in Leiden. Ik heb zitten denken over eigenschappen die ik hiervoor denk van belang te vinden. En zo kwam ik uit op geduld en enthousiasme. Onder andere als dingen die van belang zijn als je andere mensen wat wil bijbrengen. Met name enthousiasme denk ik dat ik erg veel had moeten gebruiken in mijn sportwereld. Dus kan je denken aan het aantrekken van sponsoren. Vooral 2 jaar geleden heb ik gesprek gehad met Björn Borg en Medicord Fysio's. En moest ik mezelf toch verkopen om hun te vragen of zij mij wouden begeleiden in mijn topsportcarrière. En ze hebben dat alle 2 uiteindelijk gedaan omdat ze vonden dat ik een enthousiast persoon was waarmee ze graag aan de slag wouden. Iets anders dat ik erg van belang acht is het werken in teamverband, omdat je toch niet de enige docent bent. En dit heb ik met name geleerd bij het Anders programma op de Universiteit van Utrecht. Dit ben ik sinds vorig jaar gaan doen. En ik ben erg blij dat ik daarvoor gekozen heb en eraan mee mocht doen. Dit is eigenlijk met een groepje van 25 mensen waarin je dieper ingaat en op verschillende manieren dan puur de stof uit het boek. Dus kan je denken aan presenteren, debatteren en ik denk toch dat dat speciaal voor mij erg belangrijke dingen waren die ik wou leren. Omdat je dit in het reguliere onderwijs niet zoveel doet. Ik denk dat we hier elkaar veel feedback in geven, omdat we hier allemaal nog relatief gezien beginnelingen in zijn. En we worden daar wel snel beter in als we elkaar helpen. Ik denk dat ik dat daar erg heb geleerd. En dat programma is heel leerzaam voor mij als persoon om me verder te ontwikkelen. Verder heb ik geen ervaring met het geven van bijles, behalve aan vriendinnen af en toe. Maar wel op het gebied van sport. Zo heb je in mijn tennisschool het onderscheid tussen juniors en seniors. En ik kwam de tennisschool binnen als junior en kan me inmiddels wel een senior noemen, omdat ik er al een aantal jaren zit. En als senior is eigenlijk de bedoeling dat waar kan je je ervaringen met goede en slechte dingen die jou zijn overkomen en waar jij voor hebt gekozen in het verleden, om dat te proberen over te brengen op de juniors om te kijken of zij er wat mee kunnen in hun carrière. En dit is toch een beetje vergelijkbaar, vind ik, met het overbrengen van kennis aan leerlingen. En dit is, lijkt me heel erg leuk om dit te doen wat betreft opleidingen. En dat is waarom ik graag examentraining zou willen geven in Leiden.